Traditiegetrouw maakt Sparta Kroeg de Kasteelheertje zich op voor een toestroom aan supporters. Traditiegetrouw, want Sparta is een club van tradities. Het verleden is overal voelbaar, zichtbaar en tastbaar. Hier in het café in het stadion wordt elke twee weken de hoop dat het nu eindelijk beter zal gaan met Sparta nieuw leven ingeblazen. We blijven altijd rasoptimisten en anders hou je het ook niet uit bij Sparta. Het verleden wijst uit dat Sparta een trotse eredivisieclub is die in het linker rijtje thuis hoort. Het heden zegt helaas iets anders. Voor het duel met Willem II beseft iedereen dat degradatie dreigt. Ik heb echt het idee dat als we dit vandaag niet redden, dat wil zeggen als je niet wint, hè, want een gelijkspel heb je ook niet zoveel aan. Ja, dan is de nacompetitie onafwendbaar. En dan moet je hopen dat het daarbij blijft en dat je geen 18e wordt. In de strijd om lijfsbehoud kan het team de steun van het publiek goed gebruiken. Maar veel Sparta supporters zijn van nature nogal rustig. Misschien eerder kritisch dan positief ingesteld. Ja, als één bepaalde speler 30 keer de bal verkeerd paast, dan laat ik me wel horen. Maar voor de rest, ik zing mee en voor de rest... Ik probeer altijd de medemensen een beetje mee te krijgen, om een beetje meer aanmoedigen. Ik zit op het kasteel zelf en ja, het zit allemaal een beetje saaie pietjes. Ik zit rustig te kijken. Tweede helft blijf ik meestal beneden staan, samen met een ploegje. Dan sta je op het niveau van het veld, beleef je het op een heel andere manier. En zo komen we eigenlijk... met kritiek, je kent het wel, 10 man bij elkaar. Nou, dan wordt er wel wat gemopperd tijdens de wedstrijd. Maar goed, dat hoort erbij en dan praat je het ook meteen van je af. Het gemopper is niet meer dan logisch gezien de stand op de ranglijst. Maar van gemopper gaan spelers meestal niet beter voetballen. Dat beseft ook Ad Borslap, de voorzitter van de supportersvereniging van Sparta. Daarom deed hij een oproep op de supportersite ITWM om nu eindelijk eens 90 minuten lang achter de club te gaan staan. Ik was het niet alleen hoor, maar er is nogal wat verdeeldheid. Iedereen heeft kritiek op Sparta en ik denk meer dan terecht, want er is alle reden om je zorg te maken. Ja, en dan zoekt iedereen een bepaalde zondebok of zondebokken. En wat dat dan ook is, wat daar de reden van ook is, dat doet op dit moment even niet ter zaak, heb ik het idee. Dus ik had iets van potverdomme. We moeten nou echt met z'n allen opstaan en eventjes niet meer met de witte zakdoekjes zwaaien, hè, of fluiten bij een verkeerd balcontact of een verkeerde paas. Nee, we moeten nu als één man zorgen inderdaad dat we die zogenaamde 12e man zijn en de ploeg proberen in de Eredivisie te behouden. Het lijkt erop dat de oproep voor meer steun wel gehoord is. Al vindt niet iedereen die oproep nodig of zelfs zinvol. Ja, gemiddelde leeftijd is het, blijven hier toch denk ik 60 plus. Ja, die zou je niet zo snel horen. Nou, ik vind het hartstikke goed dat dit dan gedaan is. Maar volgens mij staan die supporters toch wel echt achter Sparta, hoor. Nou, dat vind ik prima. Ik bedoel, wij zitten zelf ook op de Dennis Neville tribune. En daar gaan we altijd voor de volle winst, zeg maar. Het is overal is het opgepikt, gelukkig, het signaal. En meer kunnen wij niet doen als supporters. En dat is aan de jongens dadelijk op het veld om het te laten zien. En dan gaan we het meemaken. Of het nu komt door de oproep van Borslap of niet, tegen Willem II is de sfeer op het kasteel opperbest. Net als het voetbal van Sparta in de eerste helft. Fred Friday maakt dan vroeg de 1-0 en die goal blijkt voldoende voor de overwinning. Het moest vandaag en het gebeurde vandaag. Met steun van het publiek. Ja, geweldig. Ja, dat is de moeite nageven. Van joh, ook als het slecht gaat, ze blijven komen, ze blijven enthousiast, ze blijven gillen, achter de ploeg staan. En dat moet ook. Hè? Bedoel, daar ben je de 12e man voor. Die oproep is wel geslaagd, denk ik. Nou, ik vond vandaag voor het eerst, ondanks dat we de eerste twee wedstrijden tegen Vitesse en Excelsior goed speelden, vond ik vandaag echt voor het eerst dat ze achter de ploeg stonden. En je ziet wat dat teweeg brengt. Dat doet de spelersgroep natuurlijk ook. Omdat de strijd was, ze wonnen de duels. Maar het publiek ging er fantastisch achter staan. Ja, daar was ik wel heel blij mee. En dus gaan de Spartanen eindelijk weer eens vrolijk naar huis. Inclusief Ad Borslap. We hebben het samen gedaan, denk ik. Dat is prima.